Het is echt niets. Wilt u mij even excuseren? Mira, we hebben een probleem. Wat is er, Neil? Het vat is leeg. Wat? Is het olievat leeg? Het vat is leeg. Er is geen olie. Zonder olie voor onze lampen zien we geen sikkepit. En onze cadeautjes ook niet. Beste mensen, maak je geen zorgen. We vinden die olie voor het donker. Spurders op pad, spurders op pad, spurders op pad. Pianotoetsen, dat is het. Huh? Vanmorgen liep ik tegen Droef op. Hij had tandwielen en pianotoetsen bij zich. En hij zei... Van al je onderdelen maak ik iets heel speciaals voor Diwali. Hoi Droef. Mira. Hoi. Ik ben het Diwali cadeau voor mijn moeder aan het testen. Ze is dol op muziek, dus ik heb een fiets aangedreven piano uitgevonden. Gebruik je olie van de koningin? Ja, wat fijn dat ze die gewoon aan ons wilde geven. Anders was het me echt nooit gelukt. De olie was voor iedereen in de stad bedoeld. Zonder die olie branden onze dia's niet. Wat? Oh, het spijt me, Mira. Dat wist ik niet. Ik geef alles wel terug. Kan het nog? Rustig maar, Droef. We krijgen die olie wel uitgedeeld. Wachters, laat die flessen op, zodat we olie kunnen geven aan iedereen. Dank u. Vrolijk Diwali allemaal. Jij krijgt olie, jij krijgt dank olie. U. Dank jullie wel. Bedankt. Mira, wat ben ik blij dat ik je heb gevonden. Wat is er, Kamala? Ik kan mijn fiets nergens vinden. Hij stond naast het chai-thee-kraampje daar. Mijn ouders vonden juist dat ik tegenwoordig zo verantwoordelijk met mijn spullen omging. En nu is hij weg. Dat is toch niet te geloven? Rustig maar, Kamala. Wij vinden die fiets wel. Dit is de zaak van de verdwenen fiets. Nee, nergens een fiets te zien. Behalve die van Pinky. We hebben overal gezocht. Kom nou. Klopt. De fietsenmaker, de stalling en nu het park. Maar we hebben je fiets nog niet gevonden. Wat zien we over het hoofd? Even terugdenken. Er ligt vandaag echt overal modder. Dus misschien is de fiets van Kamala wel compleet met modder bedekt. In plaats van groen zou die dan bruin zijn. Wacht, denk je dat de fiets van Kamala onder de modder zit? Misschien wel. Van modder wordt toch echt alles bruin? Denk je ook niet, Chotu? En toevallig fietst er hier iemand op een bruine fiets. Bedoel je Pinky? Ja, laten we naar haar toe gaan. Pinky, volgens mij heb jij de fiets van Kamala. Wat? Dat meen je toch niet? Mag ik even kijken? Tuurlijk, ga je gang. Oh, het is echt mijn fiets. Dit is niet te geloven. Mira, je hebt hem gevonden. Zie je, ik zei het toch? Oh, het spijt me enorm, Kamala. Mijn fiets is bruin. Dus ik dacht gewoon dat deze fiets de mijne was. Kom mee, schatje. De zaak van de verdwenen fiets is gesloten. We moeten uitzoeken of Chaap Chaap bestaat of niet. Dit is de zaak van het schoensnijende monster. Let op het afstapje. Kijk goed of jullie ergens tekenen zien van Chaap Chaap. Neil, pik je al geluiden op? Nee, nog niet. Jongens, horen jullie dat? Luid en duidelijk, te luid en duidelijk. Ik zeg dit niet graag, maar wat als Chaap Chaap wel echt bestaat? Droef had vanmorgen maar één schoen aan en zei... Chaap Chaap vrat zo een van mijn schoenen op, waar ik bij stond. Maar ik rende weg voordat hij de ander kon grijpen. Maar die schoen hebben we gevonden. En dus heeft Chaap Chaap hem niet opgegeten. En het spul onder de voet van Droef, waarvan hij zei dat het slijm was, was eigenlijk mango. Dit betekent dat Droef niet helemaal eerlijk was. Chaap Chaap bestaat niet. Maar dat geluid wel. En die schaduw ook. Droef, deed jij net of je Chaap Chaap was? Ja... Omdat ik alle mango's wilde opeten. Je wilde dat we dachten dat Chaap Chaap bestond, zodat we bij de grot wegbleven en jij die mango's kon opeten. Ja, dat was fout. Maar ik ben gewoon dol op mango's. En de mangoboom bij de grot heeft de sappigste, smakelijkste, zoetste, verrukkelijkste... Misschien werd ik een beetje gulzig. Het spijt me enorm. Ik zal de mango's naar de stad brengen. Dat zou iedereen enorm waarderen, Droef. Dus de zaak van het schoensnijende monster... is gesloten.